Ja, we hebben het er niet vaak over, Kees. Maar we moeten ons nu ook zorgen maken over de Noordpool. Jeetje, we pakken de hele geopolitiek wel mee, hè, op BNR. Althans, als het aan het Amerikaanse ministerie van Defensie ligt. Want vandaag waarschuwt minister Hicks namelijk voor de steeds nauwere samenwerking tussen China en Rusland in dat Poolgebied. Zeker nu het Poolijs begint te smelten. Waar zijn Rusland en China mee bezig? Dat ga ik vragen aan Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal, en Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Joost, om met die laatste vraag maar te beginnen. Wat zijn ze aan het doen, China en Rusland, in dat Poolgebied? Nou ja, Rusland is al 10 jaar lang eigenlijk bezig met daar een noordelijke vaarroute te ontwikkelen. Dat wil zeggen, het ijs smelt. En dat is ook niet van vandaag of gisteren natuurlijk. En wat Rusland aan het doen is 10 jaar geleden al zijn ze begonnen met het renoveren, groots renoveren van allerlei militaire instellingen aan de noordkant van Rusland, zeg maar. Tegen die IJszee, die noordelijke IJszee aan. En ook havens aan het ontwikkelen. Want ja, Rusland ziet ook in dat geld kan opleveren. Als het ijs smelt, kunnen daar vaarroutes komen. Transportroutes. Ja. Die ongeveer de helft, bijna de helft, korter zijn dan als je via ofwel het Suezkanaal gaat of via de Zuidkaap rond Zuid-Afrika. Nou ja, dat kan Rusland heel veel geld opleveren natuurlijk. En sterker nog, ze claimen ook een deel van die route of grote delen van die route. En vinden als schepen, transportschepen daar langskomen, dan moeten ze betalen. En dat gaat natuurlijk ten goede komen van de Russische schatkist. Maar Dick Sandé, ja, als dat zoveel tijdswinst oplevert, zo'n route via die noordelijke IJszee... dan zou dat ook ten gunste kunnen komen van de Amerikanen zelf, toch? Dick Sandé, is hij nog bij ons? Even niet. Joost, dan vraag ik het aan jou. Dan proberen we de verbinding met Dick Sandé te herstellen. Waarom zijn die Amerikanen dan zo bezorgd? Want ja, die handelsroute die is ook voor hen heel handig. In zekere zin, maar ja, zij vinden dat Rusland gewoon er veel te veel aanspraak op maakte. De Amerikanen, maar ook Noorwegen, Denemarken, via Groenland, IJsland, Canada. Die vinden, dat Noordpoolgebied is niet alleen van Rusland. Hè. Daar liggen grenzen en die zijn nog niet zo lang geleden getrokken ongeveer. Maar en Rusland heeft toch wel de neiging, niet alleen op land, maar ook op zee, zeg maar, toch hier en daar gebieden te annexeren of in ieder geval zich toe te eigenen. En daar zijn de Westerse bondgenoten zeer over gebelgd. Die vinden dat niet correct, die vinden dat niet eerlijk. Nee, Dick Sandé, u bent er weer, heel fijn. Is dat inderdaad het grootste bezwaar van de Verenigde Staten? Dat Rusland die handelsroute zich een beetje toe-eigent? Nou, dat is zeker een bezwaar, maar niet, denk ik, de enige. Kijk, daar vindt ook een geostrategisch, geopolitiek spel plaats. Niet alleen vanuit Rusland, maar ook vanuit China. China noemt zichzelf nou een... Wat een pech. Dick Sandé is weer weg. Dan gaan wij eerst kort naar het verkeer. Praten we zo door. Robert Vriezen van de ANWB. Waar staan nog steeds de meeste files? En wij praten verder met Dick Sandé, defensiespecialist, en Rusland-correspondent Joost Bosman. Want Amerika waarschuwt voor toenemende spanningen in het Noordpoolgebied. Dick Sandé, over zorgen gesproken, de Noordpool, het ijs smelt. In welk stadium is dat eigenlijk? Nou, die noordoostelijke passage, dus langs de Russische kust, is in de periode zo mei tot oktober bevaarbaar. Al een aantal jaren overigens, maar je hebt daar toch wel ijsbrekers bij nodig. En het is natuurlijk nog niet zo dat je over de hele Noordpool kunt varen. Dat wordt voorspeld zo ruw rond 2050, dat is wat heet de Arctische Oceaan ook ijsvrij is. Dan is er dus geen Noordpoolijs meer. In ieder geval is het dan bevaarbaar. En dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan hoef je dus niet meer door territoriale wateren van Rusland, maar vaar je over internationaal water. Maar goed, dat is nu nog niet aan de orde. En vandaar dat op dit moment de vaarroute langs de Russische kust eigenlijk relatief duur is. En vanuit commercieel oogpunt ook niet zo interessant. Want je moet dan niet alleen de Russen betalen, ook de verzekeringen op de schepen zijn veel hoger dan wanneer je vaart via het Suezkanaal of een Kaap Goede Hoop. Omdat er een groter risico is dat er iets met je schepen gebeurt. Aha. Daarom zegt de haven van Rotterdam ook al een aantal jaren, ja, wij vinden het eigenlijk geen interessante route op dit moment, puur hè, omdat het economisch gezien nog niet aantrekkelijk genoeg is. Maar de Chinezen gebruiken die route alvast wel en die gaan daar straks natuurlijk allerlei dingen claimen. Ze zijn ook bezig om daar overal haveninstallaties te bouwen.
die ze financieren voor de Russen. Want die schepen moeten natuurlijk onderweg bunkeren. Die moeten weer brandstof innemen. Dus de Chinezen spelen een spel wel, want die hebben een lange termijn agenda. En wij kijken in Nederland en in andere Europese landen alleen maar naar de korte termijn economische belangen. Ja, ja. En, maar dan heb je dus nog steeds enorme ijsbrekers nodig. Die heb je op het moment zeker ook nog nodig. En daar moet je natuurlijk ook voor betalen. Hè? Dus dat is ook een kostenpost. Zo'n ijsbreker moet voor je schepen uitvaren. Ja, dat kost nogal wat nodig. Ja. Joost, dat smeltende ijs is extreem zorgelijk op allerlei manieren. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, die noordelijke route, die komt er helemaal niet. Dat is helemaal niet haalbaar. Wat is de gedachte daarachter? Nou ja, wat meneer Sandé al zegt, het is te duur voorlopig. Maar ik heb ook wel eens een militair analist in Rusland gesproken. Die zei, kijk, het is een hele gevaarlijke route. Hè. Het ijs kan wel smelten en dan kunnen we ijsbrekers kunnen het werk verder verrichten om daar een open route te bewerkstelligen. Maar dan heb je dus hele grote stukken ijs daar drijven. Sterker nog, het zijn gewoon ijsbergen hier en daar. Nou, dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Je zou allemaal kleine Titanicjes kunnen krijgen. Nou, als dat een paar keer gebeurt, dan is het snel afgelopen, denk ik, met zo'n route. Daarnaast, zegt hij, is het ook heel zwaar weer soms. Het kan er echt spoken. In combinatie met die ijsbrokken is dat gewoon heel gevaarlijk. Hij zei van, ik zie dat niet gebeuren. En dat zijn toch aspecten van de natuur die je niet kunt bedwingen. Nee, en ook dus lastig te voorspellen zijn uiteindelijk. Dick Sandé, maar het ministerie van Defensie, Kathleen Hicks, die minister, die waarschuwt voor spanningen in dat gebied. Ja, wordt dit onze nieuwe geopolitieke blauwe plek? Nou, het wordt een nieuwe geopolitieke of geostrategische plek. En dat is ook al jaren gaande, dat proces. Want de Russen zijn naast dat ze hopen daar economisch een slaatje uit te slaan, zijn natuurlijk ook bezig om de militaire presentie daar te versterken. Er worden nieuwe vliegvelden gebouwd en oude vliegvelden worden vernieuwd. Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk over de controle over het Noordpoolgebied, die strategisch gezien voor de Verenigde Staten van zeer groot belang is. Want als je de wereldbol bekijkt vanaf de Noordpool, dus bovenop, dan zul je zien dat de kortste afstand tussen Rusland en de Verenigde Staten is over de Noordpool. Dus alle lange afstandssystemen die Rusland op de Verenigde Staten kan afvuren, vliegen over de Noordpool. Ja. Dus die controle over dat hele gebied, die wordt heel belangrijk. En Rusland heeft daar allerlei claims liggen op dit moment. Ja, wie bepaalt daar eigenlijk waar Rusland plekken mag, installaties mag bouwen? Nou, als het dus niet eilanden zijn die tot Rusland, de Russische Federatie, behoren, want daaromheen heb je dan weer een zone die daarbij behoort, dan zit je vervolgens dus in de economische zone. Daar heb je economische rechten, maar geen juridische rechten. En daarna krijg je dus internationaal water. En dat wordt allemaal bepaald door het zeerechtsverdrag, waar Rusland ook partij bij is. En die zegt dat het internationale water, dat is van iedereen. Maar het probleem is dat er lopen onder water, lopen er bijvoorbeeld bergruggen op de zeebodem. En Rusland claimt dat die een extensie zijn van de eigen economische zone. En begint zo daar claims te leggen. Ze hebben daar symbolisch in het verleden ook al een paar vlaggetjes onder water geplant. Want dit is Russisch gebied onder water. Nou ja, en dan zouden ze dus de Amerikanen bijvoorbeeld toegang kunnen ontzeggen. Maar onder water, ja, dat is wel een hele creatieve oplossing dan. Maar ondertussen heeft Rusland van die grote ijsbrekers. Heeft de Verenigde Staten die nog niet? Dus ja, dan staan ze toch sowieso met minimaal 2-0 achter? Ze staan op dit moment wat betreft ijsbrekers misschien wel meer met 2-0 achter. Want ze hebben maar 3 ijsbrekers en die zijn heel oud. Die gaan wel vervangen worden. Maar bijvoorbeeld een land als Finland heeft een dubbel aantal en supermodern. Om maar even een van de Arctische landen te noemen. Dus daar moeten de Amerikanen het nodige aan doen. Want het gaat de Amerikanen in eerste instantie denk ik ook niet om de noordelijke passage economisch te gebruiken. Maar gewoon zodra die vaarbaar is, ook buiten de territoriale wateren van Rusland, om die gewoon te gaan testen, om daardoor te varen. Hetzelfde spel wat je ziet in de straat van Taiwan, waar regelmatig Amerikaanse oorlogsschepen doorvaren, want het is internationaal water. Dat willen ze ook met die Noordoostpassage gaan doen. Maar dan heb je voor je marineschip, heb je natuurlijk af en toe ook een ijsbreker nodig. Dus vandaar dat ze daar nu ook in gaan investeren. En Joost, ondertussen financiert China dus Russische soort haventjes, havenlocaties. Hoe zit het daar met Rusland en China en de relatie in dat Poolgebied? Is dat conflictueus? Ontstaan daar nog mogelijke conflicten? Of zijn het bondgenoten daar op dat plekje?
Ja, wat ik altijd heb gehoord is dat China geen bondgenoten heeft, omdat er maar één belangrijk voor China één land belangrijk is, en dat is China zelf. China zegt wel, en daar waarschuwt nu dus ook Amerika voor, dat het wil samenwerken met Rusland. En dat doet het ook op velerlei gebieden. Hier ook in dat Noordpoolgebied. Natuurlijk moet de westerse bondgenoten moeten dat goed in de gaten houden. Maar ja, Rusland is ook wel zo afhankelijk van China, dat China eigenlijk kan bepalen wat het wil. En intern, ja, er wordt altijd naar buiten toe een beeld gegeven van, kijk, wij zijn de beste vrienden. Maar er is ook nog een hoop onderling. Er zijn meningsverschillen. China wil bijvoorbeeld ook een deel van de grondstoffen. De olie en gas die er onder de Poolzee zitten. Die zouden zich ook graag toe-eigenen. En dat gaat natuurlijk tot conflicten leiden met Rusland. En Dixon Dave, we hebben het nu de hele tijd over China, Rusland, Amerika. Maar moet Europa of bijvoorbeeld Nederland eigenlijk hier een rol ook in gaan spelen om ook dat Poolgebied veilig te houden? Ik bedoel, we hebben ook Europese delen die eraan grenzen. En wij hebben traditioneel ook wel iets met het gebied te maken. Gaat helemaal terug tot Willem Barents en noem maar op. Maar vooral wetenschappelijk is Nederland ook heel actief in het gebied. Dat doet Nederland ook wel. Wij hebben ook een polaire strategie in Nederland. Dat gaat volgend jaar weer herzien worden. Waarin die Nederlandse belangen geformuleerd zijn en ook het beleid is geformuleerd. En we sluiten ook heel veel aan natuurlijk bij de landen in Noord-Europa. Die zowel lid zijn van de Europese Unie als de NAVO, de Arctische lidstaten. Noorwegen, Finland, Zweden, IJsland, Verenigde Staten en Canada, om zoveel mogelijk ook daar de Nederlandse belangen bij te behartigen. Dus dat gebeurt ook wel. En dat is traditioneel is dat eigenlijk een agenda geweest zonder veiligheidsaspecten. Maar je ziet dus dat de laatste 5, 6, 7 jaar langzamerhand ook die veiligheidsagenda in verdisconteerd gaat worden. En de vraag is ook, liggen daar taken voor de NAVO bijvoorbeeld in de toekomst? Ja, ik denk dat we daar nog heel vaak over gaan praten. Al is het alleen maar over het smeltende ijs, dat dus ook geopolitieke en geostrategische consequenties heeft. Dank voor nu, Dick Sandé, defensiespecialist van Klingendaal, en Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, het was 2 weken geleden het beeld dat de wereld overging, dat vernielde kinderziekenhuis in Kiev. Het kwam door een Russische kruisraket. Nou, nu een aantal van die kinderen is naar Nederland gekomen voor acute zorg. En daar hoor je zometeen meer over.